jouw kenteken klaar. Is die weg? Is die eraf? Ja, waar is die? Dat meen je niet, gast. Ah, gaat die ook nog eens? Oh jee. Nederland? Volgende meeting van ons op YouTube is hier. 2, 1. Zo! Oh, we zijn nu echt in het bos, gast. Stop dan voor ik stop. Ik stop hem als officieel uit in deze video. Bondsrepubliek Duitsland. Dames en heren, welkom iedereen weer bij een gloednieuwe banger van de vlog. Het is vandaag zover. Het is zover. We gaan rijden nu eindelijk de officiële dag lekker toeren met Monster Dad. Want hier hebben wij zo lang op gewacht, dames en heren. We mogen nu eindelijk gaan toeren. En pap zet natuurlijk al lang zijn motor rijden. Ze hebben letterlijk alle rijbewijzen. Ja. We hebben zo lang gewacht op dit moment dat we eindelijk samen kunnen rijden met de twee supermotards. Dus dat is goed tune, hè? Ik moet zeggen dat ik de uitlaat gelukkig wel goed roestvrij hou. Elke keer als ik hem terug in de garage zet, doe ik er eigenlijk een doek overheen dat hij niet vochtig wordt. Maar we gaan hem even starten. Let's go! Dames en heren, hij glanstert en glinstert nog steeds zo very beautiful. Oké, we gaan eens even kijken. First start. 3, 2, 1. Oh, dames en heren. Het tweetak geluid in de ochtend. Magnifique. Kijk dan even hoe sexy er momenteel bij staat. De uitlaat ook. Boy, heerlijk. En die angel eye, jongens. Oh, we gaan hem wel op wit licht natuurlijk zetten. Maar kijk even wat bruut, jongens. Dames en heren, like de video voor meer van dit soort video's. En dan gaan we nu ruis. Let's go. Onze dad is er ook bij met de KTM 4,5. Boah. Welke vind je nou mooier? Jouw uitlaat mooier. Mijn kleur mooier. Oké, we gaan rijden. Let's go. Monster Gang strijders. Zoals je ziet heeft Monster Dad een complete jas aan en alles. Ik moet zeggen, ik heb eindelijk bescherming gehaald. Want ik krijg genoeg filmpjes doorgestuurd waar mensen zich helemaal kapot rijden. En het ziet er doodeng uit. En ja, vroeger natuurlijk vond ik het alleen maar stoer om zonder bescherming te rijden. Maar echt niet. Jongens. Echt, wat kun je zelf ermee verminken, zeg. En al helemaal op een motor. Dus ik moet zeggen, ik heb nu eindelijk bescherming gehaald. Hoodie met bescherming. Een broek met bescherming. Schoenen hou ik gewoon op deze. Ook heel slecht. Dit gaat gelijk open als je over de grond heen gaat. Maar hier zitten knokkels in. Alsof dat genoeg is, not. Daar komt ie hoor, monster daad op de kutte me. Hey, volgende keer gaan we met een intercom rijden. Dat is leuk. Ja. Hoho. Het voelt nog steeds zo illegaal om op dit ding te rijden. Maar het is gewoon helemaal legaal. Hier komen we bij een 80 weg. We rijden buiten, bouwen kom. Hier kunnen we gassen. Oh, oh. Oh. Wat een geluid, zeg. Niet normaal, joh. Echt, ik ben zo blij dat ik een tweetak... Ik ben zo blij dat ik een tweetak geluid heb gehaald, Monster Gang. Jullie zeiden het al tegen mij van het begin toen ik de schakelbrommen had gehaald. Mijn allereerste tweetak, de komende tweetak, de Monster Gang. Jullie hebben zo gelijk. Ik hou van jullie. I love you. Dan kom je een landgoed hier in en dat is toch met een tweetak... Ik weet het, het voelt zo illegaal en alles. Monster Dad gaat gewoon helemaal off-road. I mean, like... Het ding is net een dag nieuw. En ik wil nog niet hier de helemaal modder in. Ik ga zo huilen als er steenslag op die uitlaat komt, jongens. Oh, je mag er niet eens met je vinger op gaan. Anders komen er ook al vlekken op, jongens. Er is een grote knip tussen gekomen. We rijden nu bij een boer op privéterrein. De auto's, als je daar opklapt, voorop gewoon, bro, dan ben je mars dood gewoon. Zo eng, dan kun je bescherming dragen ook. Maar ja, bescherming is sowieso wel handig. Dat is echt zo handig, bescherming. Ik sla mezelf ook voor de kop dat ik al die jaren zonder bescherming heb gereden. Ook al was dat een schakelbrom en al, maar het is letterlijk vlees op asfalt. Letterlijk. Maar op een of andere manier bij zo'n bike life meeting, daar ben je jezelf er gewoon aan dat het of zo niet stoer is om met bescherming te dragen. Maar dames en heren, neem het van mij aan, draag als jullie beschermen. Mijne komt zo spoedig mogelijk binnen. En daarom rij ik ook niet al te gek. Ik vraag me af of ooit een agent... Dat gaat sowieso wel gebeuren. Want ik zou het verschil ook niet kunnen zien hoor. Maar dat waarschijnlijk ooit een agent gaat denken dat het een schakelbrommer is. En dat hij gewoon mee de rollenbank op moet gaan. Oei, 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 oei. We gaan in een kermis rijden. Dit voelt zo illegaal, hè.
gaan met de superfoto de kermis inrijden. Oh, wat moet je aangekeken hier ook. Hé, hey, dit is wel vet hoor. Hé, hey, je hebt nu meer dan motorrijders. Wordt dit de eerste zwaai? Ja, dit wordt de eerste zwaai. Hey, let's go. Ik ben zo snel weg, jongen, hiermee. Dat is niet normaal. Maar ik bedoel niet in die zin van dat ik makkelijk ben weg te komen als er politie of zo is. Want ik vind het gewoon leuk om nu aangehouden te worden. Want vroeger reden we natuurlijk wel gewoon 50cc legaal, alle brommers. Maar je reed soms de Tomos, weet ik niet of die bijvoorbeeld 55 loopt of 25. Maar ja, toen was ik altijd nog wel een beetje bang geneigd voor rollenbanken. Maar nu kan het gewoon allemaal, nu is het gewoon allemaal legaal, dus dat is leuk. Maar ja, dat mag ook wel hoor. Als ik kijk hoeveel geld ik heb verspild. Ja, verspild niet, maar uitgegeven aan mijn rijbewijs, jongens. Oi, oi, oi. Ja, helemaal top. Het rijden we af rond. Nee, had liever niet dat we hier bij de camping gingen rijden met die dingen. Want we moesten eigenlijk daar zijn. Maar ja, al staan we hier een beetje te praten. Dacht ik wel bij mezelf. Dan maak je meer lawaai dan dat je er even snel doorheen gaat. Want wij moeten naar Duitsland toe. Maar ja, die meneer wou het graag dan. Helemaal prima. We gaan nu richting Duitsland. Ja, ja. Duitsland is lekker om te rijden, boys. Volgens mij komt daar echt gewoon... Daar heb ik al die gasten zien supermoto rijden en gekke stunts doen. Maar volgens mij wordt het in Duitsland ook niet eens zo heftig gezien met wheelies. Dan ga ik straks even opzoeken, want ik weet niet 100%. Volgens mij wel. In Duitsland krijg je alleen een boete. Maar ja, we gaan het sowieso niet doen, maar I'm just saying, you know? I'm just saying that. Dan hebben we hier tenminste in Nederland geen last van. Als je wheelies gaat doen, doe maar lekker in Duitsland. En kijk eens aan. Bondsrepubliek Duitsland. Dat is een wielerzitje met champignonsauzen. En krijgt toch wel een salade. Duitsland, let's go! De auto inhalen. Oh, jongen, jongen, jongen. Wat genieten dit, zeg. Ik zit dus al super lang voor te rijden op die supermoot vakantie. Als je naar het buitenland gaat, dat je gewoon een Airbnb huurt, bijvoorbeeld zo'n huis. Zwembadje in de achtertuin voor een weekend. Dan ben je zelfs goedkoper uit dan een hotel. Dan ga je met zes van je boys, ga je lekker met de supermoto rijden. Ja, dat is vet, jongen. Ja, dit is nou echt Duitsland, ja. Je ziet het gewoon aan het wegdek, aan de lucht, aan alles. Wap, 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 wap. Moet je nagaan, 125cc KTM in. Dat is een power, jongen. Dan moet je nagaan als dadelijk A2 heb of AA. Die 4,5 van Monster. Monster, haal mij in. Dan kan ik zo nog steeds niet tegen. Hé, hey, ik weet wel één ding. Ik ga hier goed tanken. Sweet home Alabama. Kranenburg Centrum. Als je ook wil supermoto rijden, Duitsland is daar zo'n goede plek voor altijd. Kijk dan wat een grote parkeerplek je hier ook hebt. Dat is niet normaal. Het is privé-trein, dames en heren. Dus we mogen hier even losgaan. Bijna hier tegenaan. Je gaat hier geen meeting houden. Nee. Na-a. Duitsland is wel goed, hè? I mean, op een zondag, kijk, als er geen burn-outs worden gedaan, is het de perfecte plek. Maar ja, vergunning, ik weet niet hoe het gaat met vergunning aanvragen in Duitsland. Voor een meeting. Oh, wat leuk. Dames en heren, doe dit niet thuis. Dit is uitgevoerd door een professional. Ik weet niet waarom, het tweede takt klinkt zo erg, alsof je blok helemaal beschadigt als je hoog in de toeren gaat. Omdat er... Dan kijk je hier naar rechts, dan denk je, we zijn in de middle of nowhere. En dan ga je hier zo naar links en dan heb je een compleet voetbalveld, parkeerplek. Gewoon een betonblok uit de grond helemaal is gestampt, jongen. Echt knap hoe dat zo kan. Oh, jongens, sorry als ik de laatste tijd helemaal geil op mijn supermoto, maar dit heeft een lang project geduurd, jongens. Oh, als jullie ook de reveal hebben gezien van vorige keer, ik zou die zeker checken met politie en alles kan erbij. Holy shit, gast. Ik heb nog helemaal niet gezien, dus... Epic is gezien, hoor. Ja. Geen probleem dan. Ja, jongens, dit echt. Die uitlaat al vooral, die is de hele wereld omgereisd om dit nu te vormen. Australië, Italië, Japan en nu in Hollandia. Duitsland dan nu, zijn we. Komt die meme aan. Voor de strijders die er deze video alleen eigenlijk zijn om het geluid te horen, niet het gejank van mij steeds. Voor jullie het momentje des geilheids. Oké, mijn laatste wielen hier in Duitsland.
Bam, 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 bam. Oeh, volgens mij kwam er iets tegen mijn uitlaat aan. Oh, ik hoorde steenslag. Ah, het is gewoon niet meer leuk om te rijden, joh. Dit ding. Ben je te bang met die uitlaat, jongen? Ach, joh, we moeten zo denken, Monster Gang. Uitlaat, al deze shit is materiaal. Je leven, dat is pas. Daar moet je voor uitkijken. Oh, wat een lawaai, jongen. Het galmt hier ook echt zo hard met een tweetakt, hè. Kom ik een beetje leuk gas te geven. Zit hier waarschijnlijk een 1000cc voor mij. Heel stoer inhalen, ook al heb ik een A1, maar maakt niet uit. Jongens, ik had zo graag crème de la crème willen. Hoezo? Wat? Wat die nou weer? Ik heb jouw kenteken klaar. Is die weg? Is die eraf? Ja, waar is die? Nee, ik heb hem wel erop gedaan. Oeh, is hij eraf gevlogen? Oh, oh, dit meen je niet, gast. Dat ga je fucking niet menen. Oh, nee. Ah, gaat hij ook nog eens? Waarom altijd op die menten? Oh, ja, wat is er nou weer? Is niemand op pad? Moet ik overgaan switchen naar reserve tank? Precies als ik mijn kenteken. Echt, kom nog met een beter moment. Waar is mijn benzinekraantje? Oh, hier. On. Reserve tank, hatsflats. Oh, dit is shit. Ja, dit is echt gewoon helemaal shit, jongen. Dit is even zoeken, hoor. Als er politie is, dan ga ik ze gewoon echt vragen of ze iets hebben gezien van een plaat of zo. Dan is het maar zo, maar... Oh. Ik ben eigenlijk juist blij als de politie komt, want ik moet mijn plaat echt hebben. Dit is zo shit, gast. Hoe kan mijn plaat ook verliezen? Die zit echt met moeren en schroeven vast, mijn plaat. We vertrokken vanaf hier. Dan ga ik de hele route weer rijden. Oh, nee. Als ik hem heb, jongens, dan... Oh, hij heeft hem! Nee, joh! Hij heeft hem! Yes! Oh, oh, je hebt hem gewoon! Holy shit! Yes, yes, yes! Oh, yes, man! Oh, high five! Wat plat, jongen! Hij staat weer. We hadden gelukkig wat sleutels en alles bij, maar oh, wat... Niet normaal, joh. Wat een gezeik. Ik ben zo blij dat we hem hebben gevonden, hè. Gaan we weer door hetzelfde straatje, maar deze keer kenteken erop. Oi, oi, oi. Ik dacht eerst, omdat mijn vader daar mij stopzette, dacht ik even dat er politie of iets was en dat ik iets uit moest doen. Ik weet het niet, maar ik vond het allemaal maar eng. Ja, hier mogen we inhalen. Geen doorgetrokken strepen. Ja, dat is leuk. Versnelling omlaag, klik. Oh. Zo, hey. Monsterbed. Haha, mooi. Zo, hey. Oh. Hallo, bitte. We zijn in Duitsland. Geht zum Fahrstadion, verdammt. Ik spreek een very good Duits. Nee, ik vind Duitsstaal zo geweldig, dames en heren. Want ik woon echt op de grens van Duitsland. Dus dan pak je het altijd wel mee, die Duitse taal. Ik wil aan en willen zitten met champignons. Hoe zoet? Krijg toffe salade. Oké, dames en heren, dan zien wij hier het tussenstuk, de grens waar wij weer Nederland in gaan. Hier, dit is Nederland, Nederlanden. Zie je daar ook echt. En boem, we zijn weer in Nederland, dames en heren. Deze boer zit echt precies op de grens. Baba, wat een uitzicht hier, zeg. Holy shit, holy tieten. Oké, dames en heren, we hebben weer een stukje privéterrein uitgezocht bij een boer hier. Oh. Oké, okay. We zijn verdwaald, maar dit is een beetje de enige route waar we een beetje weer in het land komen, denk ik. Zo, dit is wel een vette route, hoor. Holy tieten. Oh, dat is leuk. Kijk deze route, gast. Ik verpoep mijn sticker set echt hiermee. Oh, we zijn nu echt in het bos, gast. Oh, joh, joh, dit is wel dik, hoor. Ik zit nog om reserve tank, maar hey, boeien. Oh, jee. Even een vraag, hoor. Hoi. Nederlands? Waar komen we hier het bos uit bij het Groesbeek? Waar komen we het bos uit? Die kant op. Die kant op. En wij moeten naar het land. We zijn compleet verdwaald. Ja? En dan gewoon blijven doorgaan. Ah, top, we hebben hem. Boom. Is goed. Ja, doen we dan wel. Ja, doen we. Nou, succes met wandelen, hè. Hoi, hoi. Wat? Echt, wat? Pap, start die supermoto. Hele buurt is wakker. Zit ik hier in een blurry. Ik ga gewoon terug, joh. Dit is toch niet te doen.
We zijn verdwaald. Gaan het bos uit, want het is helemaal verdwaald. Zo, daar ging die bijna op zijn muil. Zo, kijk wat een kever ik hier heb gevonden. Kijk wat een beetle dit is. Ojo, die schoot gewoon een Apache helikopter. Meestal vliegen die insecten naar je toe, dat is eng. Durf er ook niet naar te kijken. We hebben hier een kern, wordt foto gemaakt van ons kenteken. Mooi. We gaan al terug, we waren verdwaald. Oh, prima. Ik is aan Sweet Home Alabama op de Nederlandse wegen weer. Alles netjes, strak, bedekt en alles. Geen gaten in de weg. Heerlijk wegdekken. Sweet Home Alabama. Dames en heren, zijn we aangekomen. En jongen, ga straks nog een keertje rijden. Moet gewoon gebeuren. Maar wat een gezeik krijg je allemaal onderweg, hè? Eén keertje, hè? Moet je nagaan. Nu rij je een keertje met mij mee. Maar ja, ik probeer altijd vriendelijk te blijven. En het is sowieso de laatste tijd is heel veel afgunst met als je ergens wil gaan rijden. Of iets dat mensen gelijk gaan klagen. Of gelijk politie gaan bellen of iets. Ik probeer het zelf altijd zo netjes mogelijk op te lossen. En zo rustig mogelijk ook. Maar het is, meestal krijg je een middelvinger of een grote bek naar je toe gesmeten. En dan is het al niet meer goed te praten, haast. Want dan zijn de mensen al helemaal overstuur. Maar ja, het is, we hebben wel even een lekker leuk ritje gedaan. Mooi. Dames en heren, grab some merch, monster.nl. En we gaan binnenkort ook even met sterretjes rijden onder onze schoen. Op die, dat is wel heel lijp. Oké, dames en heren, ik heb me even omgekleed, want ik moet nu even richting Romy toe gaan. Ik heb de video even lekker afgeëdit, zoals jullie zien. En dan gaan we nu weer met de tweetak blazen. En ik heb het olieflesje nog steeds niet gevonden. Kijk eens aan, dames en heren. Dit is al gemengde mengsmering, dus hoef ik alleen maar erin te kiepen. En dat is echt top. Hatseflats, kunnen we gaan. Dames en heren, zoals jullie weten heb ik hier een derde remhendel erbij. Want ik heb 3 remklauwen. Ik heb een voorrem, achterrem en nog een achterrem. Maar deze is nog niet op druk gezet, dus die gaan we binnenkort gebruiken. Tuning. Oh, die trampolines. Dit doet mij denken aan mijn Eurotramp. Ik mis mijn trampolines. Er zit nou een gat in, jongens, waar je u tegen zegt. Gewoon Lana Roadhouse. We're going with the Seat Lambo Pizza to the kermis with a rode ginger. Oh, Toran! Die Toran! Sorry, ik stop. Nu stop. Stop dan gewoon. Ik stop. Eerst zit jij hier. Ik stop helemaal nu. Sorry, ik stop. Sweet home, hello mama. Oliebollen. Hier. Zit er dan in de octopusanus. Let's go. Oh, politie. We have spotted some politie. We're gonna die. We zijn prime bottles aan het sparen. Hij heeft er ook eentje. Ik ook eentje. Kijk hoe makkelijk je die dingen te grijpen krijgt. Oh, kun jij iets? Ja. Jij bent goed gelegd. Oeh, we hebben hem. Let's go. Romy hebben we overhaald om dit te doen. Romy, dit komt op Reddit. Oh jongens, als Romy gaat flikkeren, hebben we de grootste content die er is. Oh, dat geeft er bijna. Ik vind deze Loki best wel lijp. Alleen het ruikt chemisch als de pest, niet normaal. We zijn weer bij de sale. Lambo pizza. Sun is shining on the ginger hair. Wow, echt kastanje ginger bij je gewoon. Dat is echt mooi. Say hello, Lambo pizza. Ik stop nu echt, hè. Dames en heren, het is officieel uit in deze video. Ze was klaar met... Die mond. Toon! Ik had ook een geniaals. Ik heb ook altijd een Seat Lambo Pizza. Hele Yasuni uitlaat. Zoals je een Yasuni uitlaat wil. Ik heb hem in de achterbak van de Seat Lambo Pizza. Kijk even deze glanzerende sticker in het licht. Ik ben ook een dikke Monsoep sticker. Monsoep.nl. Dames en heren, ik heb toch een zieke plek gevonden. En dan moeten jullie zeggen of dit vet of vet is. Zo, hier wil ik wel even een mooie foto van maken. Nee, dat ga ik niet. Ik laat die mensen wel met rust. Oh, die oranje achtergrond, gast. Holy dead. Ten eerste ons kentekenplaat kwijt, olieflesje kwijt geraakt, echt 3 keer omdat ik moest tanken. Iemand kon mij best vertellen dat als je een supermotor ging halen dat ding zuipt, joh. Dit ding, met een hele tank kan ik denk ik maar 2 uurtjes rijden. Ja, dat is ook weer niet, maar het gaat er snel doorheen. En dames en heren, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker om bij de Monster Gang te horen. Suut! Want er komt binnenkort zo glijpe content aan. En dan zie ik jullie weer strijders in de volgende video. Bye bye.